Het is 3:03, zondagmiddag 3 december. En dan weet u het, want u heeft een kaartje gekocht. Het is zover. Tweede aflevering, seizoen 2, operatie interview. Eigenlijk is de introductie overbodig, maar we konden het toch niet nalaten. Het begon allemaal meer dan 70 jaar geleden in Varsseveld. Na zijn carrière als speler vloog hij de hele wereld over. 6 keer bondscoach, waaronder natuurlijk 2 keer van Nederland. Maar denkt u natuurlijk ook aan Zuid-Korea, denkt u aan Australië, denkt u ook aan Rusland en zelfs ook Turkije. Hij vloog de hele wereld over en coachte onder andere ook clubs als PSV, Real Madrid, Chelsea. Dames en heren, een van de grootste voetbaliconen van Nederland. Dames en heren, operatie interview onze gast Guus Hiddink. Dankjewel. Die kant. Nee, dat is mijn plaats. Die is voor nu. Dankjewel voor het applaus. Zo. Hoe is het met u? Goed, dank je. Ja. Hoe is uw huidige gemoedstoestand? Ja, fris tot nu toe. Fris? Ja. Welkom, ga lekker zitten. Maar dat kan wel veranderen als dadelijk 3 van die mannen hier komen zitten of vrouwen. Ja. Ja. Ik vroeg u net nog even vlak voordat we elkaar voor de eerste keer ontmoeten. Of u nog ergens zenuwachtig over was. Toen zei nee hoor, ik ga er over met gestrekt been in. Sorry, ik was niet zo'n tackelaar, maar nee, ik ben niet echt zenuwachtig. Je hebt altijd een leuke spanning voor iets leuks, hopelijk. Ja. Vindt u interviews, is dat een soort noodzakelijk kwaad wat bij het vak hoort of heeft u er ook plezier in? Ik heb er wel plezier in en toen ik gevraagd werd, dan ga je zelf even afvragen van ja... Waarom doe je dit? Waarom wil je dit? Ja. Soms ben je wat aarzelend, moet ik daar zijn? Wat is de reden dat je daar wil zijn? Ja, ik vind het leuk, laat ik het zo zeggen. Hoe het ook afloopt, vind ik leuk. En dan je denkt ook wel eens van, ja, is dat nou ijdelheid om te gaan zitten, weet je, al die dingen meer. Nee, maar ik vind het, in principe vind ik het gewoon leuk om... Maar u sluit ijdelheid niet uit als mogelijke component? Nee, ik ben niet hopelijk. Corrigeer me. Okay. Waar zit ik eigenlijk tegenover? Zit ik hier een voormalig coach of zit ik iemand die between jobs zit eigenlijk? Nou, je begon met een leuke aankondiging dat het 70 jaar geleden was dat ik ergens begon. Dus ja, als je dan in die 70 komt, dan ga je niet meer echt nog 5-6 jaar ergens een coachjob doen. Nee. Australië wordt genoemd nu? Ja. Hebben ze u gebeld? Ja. En? Nee. Nee, ze hebben niet gebeld, nee. Oh. Maar dat toch... Dat gaat altijd heel snel in die geruchtenstroom. Er komt een post vrij. Ja. En omdat ik daar gewerkt heb en we hebben een heerlijk WK gemaakt in Duitsland met die Australiërs. Dan krijg je gauw 1 en 1 is 2 van, goh, waarom zouden we dat kunstje niet proberen te herhalen? Ja. En daar moet je altijd voor oppassen. Ik zat natuurlijk allerlei interviews van u ook terug te kijken. Wat mij eigenlijk een beetje opviel, als ik hem een soort rode draad probeer te vinden, is dat u door de jaren heen eigenlijk steeds meer ook ruimte bij zichzelf heeft gevonden om ook af en toe gewoon boos op een journalist te worden. U kan ook gewoon echt geïrriteerd raken. Ja, waarom niet? Dat mag best, denk ik dan ook. Ja. Want... Wat zijn momenten dat u echt zei, nou, tot hier niet verder? Die zijn niet zoveel geweest. Rondom Nels Elftal de afgelopen keer. Dat was niet de meest gelukkige periode. Ook niet van mijn kant, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook niet van de journalistiek die... Nu ga ik
wil heel algemeen praten, generaliseren. Die nog met de hoofd in de wolken uit Brazilië kwam. Terwijl de realiteit toch anders was, ondanks de prachtige resultaten. Ja, dan verwacht je meer van een journalist, dat hij ook enige diepgang heeft en toch meer naar de achtergrond gaat kijken van, hallo, we hebben een prachtig resultaat gehaald in Brazilië. Maar voor Brazilië was het al een beetje shaky, dat we toen ook al dachten. En de coaches destijds prima. Die dachten van, oh, het gaat niet goed, we moeten ons toch een beetje aanpassen. Nou, wonderwel ging het in Brazilië goed, maar niet op basis van de grote dominantie zoals ze gewend waren in Nederland. Dat was met een fantastische Robben. Nou, dat denk ik journalist, die 1, 2, 3, niet generaliseren, daar hou ik niet van. Je bedoelt Jack van Gelder en Jack nou, van Gelder. Nou ja, ga je meer verdiepen, ja, dat is correct. Ja. Dat is correct. Ja. Op zich is het in die zin opmerkelijk, want als er iemand heer en meester is in het managen van verwachtingen, bent u het. Zowel bij een hele natie als bij een bondsbestuur, et cetera. Dus ja, maar dat heb ik ook wel over nagedacht. Had ik meteen na die, daar duiden we nu op, na die WK moeten zeggen, het is allemaal niks, de kwaliteit is onvoldoende. Dan komt er een zweem over van, god, die oude nieuwe bondscoach is jaloers, dit en al die. Ik denk, nee, we laten het gebeuren. We hopen dat we de goede reeks maken. Nou, dat is in het begin niet gebeurd. En dan ga ik niet van de toren schreeuwen. Dan moet het onderweg maar gebeuren. Maar toch zo'n krasje in de herfst van uw carrière. Is dat dan dat u zegt, dat is onacceptabel. Ik ga toch nog een keer een klusje doen om te laten zien, om dat krasje weg te poetsen? Nee, niet speciaal daarom. Maar daarna kwam Chelsea. En toen heb ik daar nog een prachtig seizoen gemaakt. Dus dat is niet zo omdat ik nou dan nog weer een revanche moet zoeken. Ik vond het gewoon nog heerlijk om te doen. En ja, het Walhalla is Engeland en is Spanje in het clubvoetbal. Ah. Dus deze open sollicitatie kunnen we nu noteren. Ja, deze twee landen, als die bellen, dan... Wordt uitgezonden bij wereldwijd. Nou, intern gebruikt. Dus, heel even, nog even. We hebben het over de sportjournalistiek ook. We hebben drie sportjournalisten klaarstaan voor u. Maakt het u eigenlijk uit of u nog eigenlijk door een man of een vrouw geïnterviewd wordt? Nee. Echt niet? U bent hetzelfde als u door een vrouw geïnterviewd wordt? Weet ik niet. Dus, hopelijk heb je er een dan. Nou, laat ik het omdraaien. Is er iemand van u zegt, ik hoop niet dat die door de deur komt? Nee, dat maakt me echt niet uit. Dus als Jack van Gelder zegt, komt, is geen punt? Geen punt. Okay. En ook bij niemand? Nee, ik heb niet iemand dat ik zeg van, nou, die wil ik niet meer spreken. Laatste vraag dan. Is er iemand van u zegt, het zou wel heel leuk zijn als die om de hoek komt zeilen? Ook dat niet. We gaan ons langzaam klaarmaken. Even. Zo'n interview is natuurlijk ook een soort spel. Dit is een beetje naar voren, naar achter, elkaar ruimte geven en op je hoede zijn. Ervaart u het ook zo? Is dit voor u eigenlijk ook een soort wedstrijd? Ja, dat hangt toch een beetje af van het onderwerp en waar het gesprek heen gaat. Dan, ik probeer niet altijd de vlieg af te vangen, maar ja, het is een, met een serieuze ondertoon vaak wel een spel. Ja. En een van de elementen van het spel die u ongelooflijk goed beheerst, wat ingewikkeld voor een journalist is, u kunt heel goed al relativerend wegwandelen in een gesprek van een heikel punt. Herkent u iets van deze woorden? Noem een voorbeeld. Nu ga ik nat, dames en heren. Als het soms lastig wordt, dan kunt u in een relativerende rol, een beetje boven de materie hangend, eigenlijk het heikele punt ontmantelen in de vraag. Maar ik zou niet de indruk willen wekken dat ik de teerheid van het onderwerp wil mijden. Dat is niet zo? Nee. Okay. Ik hoop dat u er overal met gestrekt been ingaat. Oké. Dat zou mijn liefding waard zijn. Wij gaan ons klaarmaken. Ik ga u naar de stoel hiernaast brengen. Mag ik mijn wijntje meenemen? Zeker. In het geval van nood, laten we een fles aanrukken. Gaat u op deze stoel zitten? Nou, als het goed is, hebben wij muziek gevonden die aansluit op uw smaak. Kunnen we dat even testen? Wat is het? Ik hoor niks. Ik hoor de mensen dadelijk wel op de stoel. Nee, prima. Wat hoort u? Kunt u zeggen wat u hoort? Je hebt Led Zeppelin opgezet. Dat was het goed. Heel goed. Juist. U blijft rustig zitten. Wij gaan ons klaarmaken. Hoor je niet. Heel goed. Houd dat vast. Guus Hiddink, dames en heren. Goed, dan ga ik hier een kaartje bij pakken. Want in de ruimte hiernaast zitten de drie journalisten klaar.
En als het goed is, zijn ze nu achter deze deur, want ze hebben het hele gesprek dat we net gehad hebben mee kunnen volgen. Dames en heren, de eerste interviewer die ik naar voren ga halen is verslaggever, analist, columnist. Hij schreef vele boeken, waaronder een biografie over dezezelfde Guus Hiddink. Gisteren schreef hij een fantastisch verhaal in de Volkskrant over Appie Nouri. Vanavond zit hij bij Studio Voetbal, maar nu is hij bij ons, Willem Vissers. Hallo. Hoe zit het? Oeh, veel licht. De volgende zal misschien niet helemaal meteen bij u bekend zijn, maar als ik u het volgende erbij vertel, zal er een belletje gaan rinkelen. Zij was tot een maand geleden lid van de Raad van Commissarissen bij de voetbalclub NAC Breda. Zij bracht een boek uit, dat heette Schoppen en Slaan. Dat gaat over de cultspeler van NAC, Gerard Den Haan. Columnist bij het weekblad Voetbal Insight, maakte vele lange interviews en in het dagelijks leven hoofdredacteur van de Varengids. Dames en heren, Cecile Koekoek. Naar deze, dames en heren, de volgende man, die kent Guus al heel lang, zelfs genoemd als vriend van het eerste uur, heeft alles te maken ook met zijn eerste baan. Hij was namelijk sportjournalist bij De Graafschap Bode, werkte voor Sport International, Sportpaleis de Jong en het maandblad Johan, won in 2008 de Hartgrasprijs, evenals trouwens Willem Vissers in 2011, vriend van het eerste uur, biograaf Marcel Reuser. Hallo. Zo. We gaan het in deze volgorde eigenlijk ook doen. Willem, we gaan met jou beginnen zo direct. Dat is goed. Wat ga je doen? Praten met Guus, dacht ik. Dat klopt, daar hebben we je voor uitgenodigd. Maar waar ga je het over hebben? Nou, ik wil eigenlijk, want Guus is nu eigenlijk gestopt. Misschien dat hij nog wat gaat doen, maar hij is eigenlijk gestopt. En ik wil toch even terug naar de grootsheid van zijn carrière. En misschien wil ik die wel laten bekijken hoe het contrast is met zijn huidige leven. Kijk, hij heeft natuurlijk geweldige successen behaald. Ik ben er zelf heel vaak bij geweest. Ik was erbij in Stuttgart toen hij bij PSV de Europa Cup won. Met Nederlands elftal in 1998, met Korea in 2002. Dus ik heb hem heel veel successen zien beleven. En nou ja, die wil ik hem nog wel even terug laten halen. Maar ook wel een paar dingen waarom hij dat nou precies gedaan heeft. Of waarom hij iets juist niet gedaan heeft. Dus we gaan terug naar een aantal cruciale sleutelmomenten uit zijn carrière. Maar uiteindelijk wil je dus naar de contrasterende vraag of hij niet eigenlijk in het beroemde zwarte gat geval is. Ja, het lijkt mij heel moeilijk als je, het is ook voor een voetballer. Hè. Ze zeggen altijd tegen voetballers van je moet zo lang mogelijk blijven voetballen. Want je leven wordt nooit meer zo mooi als dat je voetballer was. Kijk, als je journalist bent, dan ga je tot je 68 of 65, dan ga je gewoon door. En als je een beetje goed bij de tijd blijft, dan kun je gewoon hetzelfde werk ongeveer blijven doen. Of als je ambtenaar bent of schilder, noem maar op. Maar een voetballer is als die 35 is klaar. Ja. En dan heeft hij eigenlijk het mooiste deel van zijn leven gehad, zeggen mensen wel eens. Want hij zal nooit meer zo in de publiciteit staan. Hij zal nooit meer zo'n mooie doelpunten maken. Hij zal nooit meer dit. En Guus heeft natuurlijk als trainer heeft hij de absolute top bereikt. En dan lijkt het me heel moeilijk als je de hele wereld gevraagd bent, en de hele wereld hing aan jouw lippen, dat je dan nu gewoon, ja, het liet het net al een beetje blijken in het gesprekje, van toch een diepe wond van het Nederlands elftal. En hier wonen je 200 meter vandaan en hij reist nog veel, hij wordt nog wel gevraagd, maar hij is niet meer de grote Hiddink die onmisbaar is voor de voetbalwereld. Maar dan is jouw strategie dus eigenlijk, je gaat hem dus eerst eigenlijk terugbrengen naar fijne gevoelens, fijne momenten, fijne herinneringen. Ik ga hem heel veel veren in zijn reet steken. En dan daarna boem. Ja, boem, ja, boem. Ja, ik heb niet zo lang, dus dat moet boem zijn. Ja. Nee? Nee, Willem is niet zo hard. Ik ben niet meer dogenloos, dus nee. Ik ben geen boem. Ik ben niet zo'n boemmens eigenlijk. Maar het punt is, ga het proberen. Het punt is, jullie hebben alle drie 12 minuten. De klok loopt en die is onverbiddelijk. Als je hem natuurlijk heel lang laat praten, is het ook ingewikkeld dat er wel heel veel tijd weg is, hè? Ja. Nou ja, goed, we gaan het gewoon proberen en we zien maar wat schipstrand. Toch? Heel goed, bij deze. Cecile Koekoek, goed dat je in ons midden bent. Ja, wat ga jij doen? Ik ga terug naar 1996, naar de lunch tijdens het EK. De beroemde foto van de kabel. De zwarte spelers aan de ene tafel en de witte spelers aan de andere tafel. Wat is daar gebeurd? Heeft het hem gevormd als coach? Dat denk ik namelijk.
En in het grotere geheel is de gebeurtenis toen, of wat er toen besproken werd in de pers, exemplarisch voor wat er nu aan de hand is in de maatschappij. Spannend. Dus je gaat niet nog een soort hernieuwde reconstructie van het EK 96. Het gaat meer over meer wat over, ja, over de kabel. Hè? Zo werd dat genoemd. Hoe kijkt hij daarop terug? Wat heeft hij te vertellen over de... Ik laat de foto zien. Wat heeft hij over die foto te vertellen? Hij was toen een onbevangen coach die niet heel streng was met regels. Het verhaal gaat dat hij daarna wel veel strenger is geworden. Dus dat de kabel en de gebeurtenissen daaromheen hem wel degelijk hebben gevormd als coach. Kijk aan. En wat heeft hij daar de laatste jaren nog mee gedaan? In tegenstelling tot de twee heren naast je, heb jij eigenlijk nog geen werkrelatie met hem? Nee, hij heeft geen idee wie ik ben. En dat ga je zeggen. Maar zie je dat als een voordeel? Nou, wellicht. Ja. Nou, dat is zeker een voordeel, hoor. Ja? Ja. Ja, nou, Marcel, ik ben nu bij jou aanbeland. Kijk, laten we meteen maar even op elkaar spelen. We hebben hier twee biografen van Hiddink zitten. Je bent ook nog een vriend van hem. Dat bracht wel dat wij met de redactie enige aarzeling hadden om jou uit te nodigen. Als in, gaan hier twee vriendjes elkaar de bal toespelen. Ja, nee, maar dat doen Achterhoeks niet. Oh. Maar Achterhoeks zijn wel heel voorzichtig. En heel, dus ik ken hem heel lang. En wij kunnen heel goed onderscheid maken tussen een professionele relatie en de vriendschapsrelatie. Alleen, het is na en een voordeel dat je hem zo goed kent. Ja. Ja, maar je hebt een vuistdikke biografie geschreven. Ja. Wat is daar dan niet ingekomen wat je hier nu gaat ophalen? Nou, ik ben gefascineerd en ik heb 12 minuten. En ik hoop dat er in die 12 minuten iets komt wat los is van de waan van de dag. En wat gaat over macht. Hij heeft heel veel met machtige mensen samengewerkt. En hij is altijd, ik kijk Willem even aan, hij is altijd een beetje de blazoen. Hij is altijd schoon gebleven. Ja. Tenminste in die zin dat hij nooit... Maar hij heeft wel bijvoorbeeld bij ANSI gewerkt, bij een foute oliebaron. En ja, hoe is hij met die macht omgegaan? En ik hoop hem één quote te ontlokken waar de mensen toch van denken, ja, jeetje. Maar het feit dat je dit dus niet in je biografie hebt kunnen verwerken, dat je dit zegt, dit is een open einde waar ik nog een keer een flink robbertje verbaal over wil vechten. Wat maakt dan dat je dan nu denkt, ja, maar dat gaat me nu lukken? Nou, we zijn 6 jaar verder. Wat Willem ook opmerkt, hij is uit het centrum van de macht aan het verdwijnen. En dat was ook een van de redenen waarom hij volgens mij zo hard aan werd gepakt met het Nederlands elftal. Hij was niet, ja, het is gewoon, ik heb straks een mooie foto uit de natuur die hem hopelijk aanzet om zich daar een beetje in bloot te geven. Spannend. Ik ga je niet lang in spanning houden. We gaan beginnen, Willem. Dat betekent dat jij als eerste mag. Ik zou zeggen, maak je klaar. Ja. Want wij gaan die kant op. Introductie natuurlijk overbodig. Ja. Ik zou deze muziek de hele middag willen horen in plaats van wat. Maar nu gaat u luisteren naar deze stem. Willem Vissers, de eerste. Okay. Willem Vissers. Zonde. Zonde, wat zonde. Ze zouden deze muziek de hele middag moeten laten horen. Dan heb je een prachtmiddag. Heb je naar Stairway to Heaven geluisterd? Die was er niet op, maar er zat wel een enorme jank solo in. Je hebt wel heel vaak op de Stairway to Heaven gestaan. Als je in voetbal kijkt. Ja. Maar dan moet je niet naar beneden kijken, want dan val je ook wel eens. Dat is ook wel eens gebeurd. Ja, maar ik wil even de grootsheid van je loopbaan aanhalen aan de hand van een paar fragmenten. Misschien kunnen we het eerste fragment meteen laten zien. Kom maar op met een fragment, anders gaat het te veel van mijn tijd af. Het is een fragment uit 1998. Het is 4 juli. Het is een gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Maar, ik was er ook in het stadion. En wij zaten met journalisten, het was een zaterdag... Die dat schreeuwde? Nee, ik schreeuwde niet zo. Maar wij zaten ons heel erg eigenlijk te ergeren. Het was zaterdagmiddag, we hadden geen strakke deadline. En wij vonden Bergkamp eigenlijk zo slecht. Ja. Wij zaten echt te smeken dat jij die ging wisselen. Want wij waren toch een beetje partij. We wilden ook wel van Argentinië winnen. Ja. Maar jij wisselde hem niet. En wij zaten echt, Hiddink, wissel Bergkamp. Waarom heb jij hem toen niet gewisseld? Sterker nog, heb je een moment overwogen om hem wel te wisselen? Nee, ja, vind ik het fijn dat eindelijk ook de Nederlandse journalistiek eens partij kiest op een WK. Want in alle buitenlanden kiezen partij voor hun land. Maar dat terzijde. Nee, daar heb ik niet overwogen.
Waarom? Omdat hoe slecht dit type speler ook kan spelen in een wedstrijd, waar je soms als trainer ook aan ergert, denk je, ah, ik heb er meer gehad van die jongens. Je weet dat zij in een split second iets kunnen beslissen. Dus dat idee is niet bij mij opgekomen. Helemaal niet? Nee. Dat is makkelijk gezegd, omdat hij nu dit fantastische... Maar is dat waarom jij een grote coach bent geworden en ik een journalist? Ik weet niet of ik geen goede journalist zou zijn geworden. Of jij of ik? Of, ja, ik. Weet je niet? Nee. Nee, maar ik heb in de oude doos Romario, voor de ouderen onder u kennen hem, hetzelfde typeje. Er was een luipaard, die hing in de boom. Dan denk je, doe eens wat. En opeens, poem, dan zag hij de prooi. En dan was het klaar. Ja. Die maakte mij als trainer ook, niet rustig, maar die zei van, als je als trainer wel eens toont van iets zenuwachtig voor een grote Europese wedstrijd, dan zei hij, coach, mister. Maar jij kunt altijd goed Romario. Met die sterren omgaan. Jij kunt altijd goed met die sterren omgaan. Jij hebt Romario zelfs een keer naar Valencia willen halen, heb ik begrepen. Dat klopt. Toen ik in Valencia werkte, toen wilde ik hem halen. Kijk, op een gegeven moment is een PSV-periode of een Nederlandse periode van die klasse speler over. Dan moeten ze naar een hogere competitie. En toen wilde ik hem halen naar Valencia. Maar Barcelona had een iets dikkere portemonnee, dus die waren ons net voor. Ja. Ja. Maar dat zijn die type spelers. Maar jij kunt met die grote sterren kon je altijd goed omgaan. Die kietel je een beetje aan hun ballen en die gaf je eens een keer een compliment. Of je liet ze eens een keertje eerder met kerstmis naar huis gaan. En als het Brazilianen waren. En dat had je heel erg in je vingers. Wat willen we nou? We willen juist die extra kwaliteit, die spelers die iets extra's hebben. Die willen we toch graag zien. Nou, natuurlijk kan ik zeggen van ik wissel hem na een kwartiertje, tweede helft. Ja, dat kan. Het is niet zo als hij niet functioneert, dat hij niet gewisseld zou kunnen worden of niet een keer op de bank kan zitten. Dat kan. Maar in principe zijn dat de spelers die juist het verschil maken. Ja. En je had in Korea ook zo'n speler. Die hebben af en toe, omdat ze heel, heel apart in hun denken zijn, in hun voelen zijn, hebben ze ook apart ideeën over, god, ik kom al een dag later bij wijze van spreken. Ja, ja. Mario had een handje van, ja, ik kom een dagje later naar training of twee dagen later naar Brazilië. Dat liet je toe dan? Dat liet ik toe, maar ik ging in de groep wel even zeggen dat hij dan... Dan gaf ik die jongens, andere jongens, middags vrij. En dan liet ik zeggen, Mario, vanmiddag gaan wij, jij en ik gaan trainen. En dan wandel ik met hem door het bos en dan keuvelde over alles en nog wat. Ja, ja. Je had ook een ster in Korea. Dus misschien het tweede fragment wil ik even zien. 2002 heb je de halve finale gehad met Korea. Dus misschien wel je beste prestatie als je dat relatief ziet. Je hebt uiteindelijk niet het WK gewonnen, maar met zo'n land de halve finale halen. Deze jongen was je grote ster, maar die durfde nooit de penalty te nemen. Toch? Klopt. Hoe heb je dat dan gedaan dat hij deze beslissende penalty wel neemt? Wat heb je gedaan met hem? Dat was mijn aanvoerder, die ook een grote verdette in Korea. Hoe hebben we dat gedaan? Ja, als aanvoerder moet je de verantwoordelijkheid nemen. En dat heeft hij uitstekend gedaan. We hebben een dag ervoor de penalties geoefend. Ja, dan kies je uit en dan leid je vanuit de middencirkel. Het is nooit na te apen, maar vanuit de middencirkel leid je 40 meter lopen naar de penalty stip. Oh, dus niet zomaar vanaf de penalty stip, maar gewoon... Vanuit de cirkel, maar één penalty nemen. Eén penalty? Eén penalty. En dan loop je aan de andere kant, dan staat de reservekeeper, doe je het nog één keer. Dat is alles. Want ja, je kunt wel 100 penalties nemen. Natuurlijk moet je trainen op techniek, maar er zijn momenten dat de mind jou moet controleren. En dit was zo'n moment. En dat deed hij fantastisch. Ja. Maar je hebt daar zelfs een beetje de cultuur veranderd, hè? Zeg maar van onderdanigheid van de Koreaan. Zeggen van, dat moeten jullie niet zo zijn. Jullie moeten grote jongens worden. Je moet op een WK presteren. Je hebt met de grote sterren van de wereld gewerkt. We kunnen ook nog een lijstje laten zien met allemaal grote voetballers waar je mee gewerkt hebt. Van Raoul tot Robben, tot Van Nistelrooy. Noem ze eigenlijk allemaal op. Bijna alle grote sterren heb je al mee gewerkt. Daar ben je goed mee omgegaan. En juist daarom is die laatste 5 jaar van je carrière, zeg maar met het Nederlands elftal, je zei net zelf, ja, de journalisten hadden misschien een beetje naar zichzelf moeten kijken, maar... Nee, ik ben de laatste die daarop wijst. Ik ben de laatste aan het journalisten. Maar je liet ook een beetje doorschemeren dat je zelf misschien ook wat verkeerd gedaan hebt. Misschien had ik duidelijk kunnen maken dat we niet in de kwaliteitsrijke periode zitten. Als je naar Nederlands voetbal kijkt, van 74 naar nu, er zijn allemaal golven van 74, 78. Daarna, begin jaren 80, zijn we even niet aanwezig geweest in de wereld. Daarna krijg je de generatie van Gullit en van Basten.
Allemaal gebaseerd, Cruijff, Hanen, gebaseerd op een hele sterke defensie. Daarna heb je de ook een periode niet geweest even. Zijn weer in 88 weer gekomen. Mm-hmm. Met Bergkamp, Kluivert, daarvoor Van Nistelrooy. Maar allemaal gebaseerd op een heel sterk fundament. Je moet een sterk fundament hebben. Anders kunnen die Romario's en die jongens kunnen ook niet functioneren. Hey, maar na de WK... 2014, ja. 2014... Ik heb straks gezegd, daarvoor was al een beetje benepenheid van ja, wat zoeken we in Brazilië? Het systeem moest veranderd worden, is veranderd. Ja, Robben in grootste vorm, dus dat was fantastisch. Mensen, feest op straat, prima. Maar ik denk een aantal mensen, waaronder de mensen die dagelijks in de vak zitten, moeten er doorheen kijken. Want het is kwalitatief nog niet zo goed om continu dominant te zijn. Ja. Dat had ik misschien na de WK wat beter of voortvoerig kunnen brengen. Maar mensen zeiden ook, hij is niet zo lang geleden geopereerd als knie. Hij is even niet zo scherp. Hij is niet meer zo scherp als vroeger. Hij is een beetje te laks. Het is een te groot verschil met de strenge schoolmeester Van Gaal. Daar kunnen die spelers helemaal niet aan. Hoe verwijt je dat een beetje? Of is dat nou eenmaal zoals het gegaan is? Nee, ik denk dat de eerste factor die ik noem, zonder dat ik ook mijn eigen rol niet tegen het licht durf te houden. De eerste factor vind ik wel leidend. En de tweede, wat je zegt, dat kan iets in zitten. Het heeft niet zoveel met mijn knie te maken overigens, want die doet het weer fantastisch. Ook toen nog. Dat zou een makkelijk excuus zijn. Maar het was ook een overgangsperiode dat de directie, KNVB, die wilde graag Danny Blind snel doorschuiven naar de positie van bondscoach. Dat zag ik helemaal zitten, dat ik als een oude Nestor-coach daar bij aanwezig was. En dat ik daarna, dat was mijn plan eigenlijk, om dan door te groeien naar een anoniemere functie van bemoeien met Jong Oranje na onder 15. En te kijken wat we met die talenten zouden gaan doen in de nabije toekomst. Dat was mijn grote idee. Dus, en daar liep het fout. Ja, je begon slecht, het ging later wat beter. Toen werd je nota bene na een wedstrijd tegen Estland. Estland geloof ik. Letland. Werd je ontslagen. Neem aan dat dat toch, en ik heb nog altijd het idee dat je het misschien nog wel had kunnen redden. Dat is mijn persoonlijke. We hadden minder kwaliteit, vonden we allemaal zelf. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je wel zorgen dat je groep zo organiseert dat het een soort vechtmachine wordt. Dat we niet super kwaliteit hebben, maar als je dicht bij elkaar durft te spelen in een team, naar voren en naar achteren, dan kun je een soort vechtmachine creëren die toch, kijk IJsland, maar we liepen nog een beetje met hoofd in de wolken wat dat betreft. Dat was ik van plan om rond Letland, en hadden we Spanje, die wonnen we 2-0, en we hadden USA, verliezen in de laatste minuut. Daar begon in mijn optiek een beetje een vechtmachine te staan. Ja. Dus ik denk, nou, over de zomer heen gaan we dan, hebben we nog Tsjechië en we hebben IJsland nog thuis. Dus dat moet te halen zijn. Maar jij bent ontzettend kwaad geweest dat je toch ontslagen werd, of niet? Ja, ik was enorm boos, omdat ik juist het gevoel had in die moeilijke aanloopperiode. We gaan nu weer richting iets andere mindset, richting voetbal. Dat we weten waar onze zwakte ligt. Die hebben niet de superkwaliteit. Alleen Robben was toen nog aanwezig en de rest is gemiddeld. Maar de gemiddelde kan heel goed een prestatie neerzetten. Ja, maar is die wond geheeld of is die nog... Nee, die is nou heel... En is je leven nu, ik bedoel, je bent nu een, zeg maar een soort senior... Je wordt nog uitgenodigd voor allerlei dingen en je doet nog allerlei dingen in voetbal. Maar ben je toch, is het leven nu een beetje leeg of niet? Nou, leeg is het niet. Ik heb allerlei kleine dingetjes doen, maar het is niet meer dat ik dagelijks dat veld opstap. Wat ik heerlijk vond, moet ik eerlijk zeggen. Het is heerlijk om als een soort, hopelijk als een soort regisseur daar op dat veld een team vaardig te maken. Om wat ik net eigenlijk zei, om een team echt onoverwinnelijk te maken. Maar is dat erg dat je als je 71 bent, dat je dat dan weg is? Ja, natuurlijk is dat erg. Nee. Nee, op een gegeven moment moet je wennen aan de nieuwe situatie. En je zoekt wat surrogaten, wat sublimerend werk. En een beetje, adviseur links en rechts, weet je wel. Maar je zegt, je begint toch een beetje om te lachen, maar je zegt wel erbij dat het eigenlijk surrogaat is. Ja, mijn handicap gaat te snel omlaag met golven, dus dat is niet goed. Ja, maar ook zeg maar even dat je niet meer in de schijnwerpen staan, niet meer in de rust. Het gaat rust, niet om de schijnwerpen. Die adrenaline voelen van dat team wat je dan net door één wissel beter kunt laten winnen. Het is heerlijk om met die jongens, om in het team te werken. Het is heerlijk om de hele week dat voor te bereiden, zo'n team.
Ja, maar dat zondagswedstrijden zijn, maar zo'n de hele week voorbereiden met het team is heerlijk werk. En wat is het mooiste wat er voor in de plaats gekomen is nu? Ja, dat die handicap echt laag is nu. Die is echt laag nu? Ja. Een single. En wat is je handicap nu? Ja, jij komt niet aan. Nee, ik heb er geen verstand van. Maar nee, daarom moet de mensen in de zaal wel, die hebben er wel verstand van. Nee, als ik even me zet, dan ga ik op 9 spelen. Maar als je leven nu, zeg maar, als je leven als coach... Maar dat zijn allemaal aanvullende dingen die je dan doet. Maar wil je wel nog een keer groots en meeslepend langs de lijn staan? Nee, niet meer in dagelijks clubverband. Niet. Maar als Australië morgen zou bellen van we hebben iemand nodig, dan ga je het doen. Nee. 5, 4, 3, 2, 1. Klaar, Willem. Dankjewel. Ja, ik zag de klok op laatst, zeg. Dit was mijn redding. Bent u er klaar voor, nummer 2? Ga je gaan. Eén seconde. Deze heeft u niet eerder in leven en lijf ontmoet. Schreef een boek over een Gerard Den Haan, zegt u dat wat? Kultspeler van NAC. Ja. Schreef een boek over, was tot een maand geleden op lid van de Raad van Commissarissen. Hoofdredacteur van de Varengids, dames en heren, Cecile Koekoek. Hallo. Ik heb geen fragmenten uitgekozen, wel een foto waar we even naar gaan kijken. Wat zien we hier? Dit is EK, een lunchje. EK 96 in Engeland. Ik denk Birmingham. Maar in Engeland in ieder geval, dat weet ik zeker. En wat zegt u daar? Tegen wie? Ik zeg, denk ik, als ik het goed heb, corrigeer me tegen Guus Dubbeldam, wegwezen. En waarom moest hij wegwezen? Omdat het uurtje fotograferen voorbij was. En maar sommige fotografen die hebben nog even de neiging om nog even achter een struik te gaan zitten, et cetera, en dan een fotootje schieten. En was u toen al zich bewust van het feit dat deze foto wel eens spraakmakend zou kunnen worden? Deze niet, maar er is nog een andere foto waarin gesuggereerd wordt dat er een zwart-wit probleem zou zijn. Dat is een andere tafel waar 3 of 4 donkere jongens zitten. En die zit één daarachter. Ja. Maar dat ziet u, dus ik weet niet of u dat kan zien. Ja. En daar zit... Maar dat is ook op deze foto. Ja, maar daar zit ook nog een hele witte jongen bij. Ja. Ja, Richard Witske. Ja, ik weet het nog. Ik heb het nog in mijn hoofd. Nee, maar wat daaruit voortkwam, daarvoor gaat u waarschijnlijk naar dit fragment toe. Er werd gesuggereerd alsof het een zwart-wit probleem zou zijn in EK. Wat ja, maar was dat probleem er ook? Nee, het was geen zwart-wit probleem. Het was, je moet het in het tijdsbestek van 95 zien, waar Ajax een succes had gehad. Groot succes, de Europa Cup, et cetera. Daar komt dus na het behalen van de successen, komt deze groep, voornamelijk ook Ajax-spelers, komen daarin. En het was in de Ajax-keuken een wanverhouding, wan is groot, in salariering, in beloning. En daardoor kwam dit daar naar voren. Ja, en wist maar niet zo, dat kijk, wat van ik, Ajax? Wist u dat dat speelde dat bij Ajax? Nee, dat wisten wij totaal niet dat dat speelde. Maar wat toen, en ik moet eerlijk zeggen, dat is gecorrigeerd later door de Volkskrant. Want ze hebben een foto gebracht, daarvoor kom ik op de naam van Guus Dubbeldam. Die nog steeds rondloopt overigens. Ja, die foto is geretoucheerd. Witske is van die foto gehaald en die foto is geplaatst. Toen ben ik boos geworden. Later heeft, help me, de man die nu ook nog columns schrijft. Nee, ook die in het voetbal. Willem weet wel wie ik bedoel. Paul Onkelhout. Ja, die heeft daar een correctiecolumn heeft hij eraan gewijd. Dat vond ik goed. Ja, Jurie Mulder deed deze foto en de gebeurtenissen rond de kabel, zoals dat later is genoemd, af als de ene tafel wilde witte boterhammen met pindakaas, de andere tafel rotti. Ja, maar daar komt het in feite ook wel op neer.
Want ik weet dat toen ik begon in, met Oranje, het was toen nog een heel strak regime van nee, wij eten Hollandse pot. Maar we hadden ook gewoon de prima Surinamers en overal kwamen ze vandaan erbij. Dus dat werd al snel. Ik zei nee, we gaan, maak maar een mix, kokkie, maak maar een mix. Waar de mensen die zeiden ze hebben zich maar aan te passen? In het begin eventjes, maar dan moet je die mensen even verstaanbaar maken dat het nu iets anders gaat. Ja, want u lijkt me een zeer ruimdenkend persoon. Heeft het u pijn gedaan dat deze kwestie zo breed werd uitgemeten? En was het terecht volgens u? Want... Nou, nee, het was niet terecht. Kijk, als het terecht is en het doet pijn, dan moet je die pijn lijden en dan moet je daarmee op een of andere manier klaarkomen. Maar dit was omdat er onterechte dingen naar voren kwamen, doet dat pijn en dat wil je dan corrigeren. Die onterechte dingen die bij Ajax gebeuren. Nou, dat niet zozeer. Dat is hun beleid. Of ze één meer willen waarderen of niet willen belonen, dat is hun. Maar ik heb ook die jongens gezegd, zodra je op het Oranje toneel komt, dan vind ik er weer een ander toneel, moet je de sores van je club moet je daar laten. Mm-hmm. En die mag je niet meebrengen op een prachtig toneel wat Oranje is, vind ik. Ja, en bent u geschrokken van het feit dat een multicultureel elftal zoveel spanningen met zich mee kan brengen? Nee, daar ben ik helemaal niet van geschrokken, omdat dat speelde ook niet. Dat speelde helemaal niet. Nou, maar later heb ik Winston Bogarde gezien in andere tijden sport. Die heeft nog steeds die woede. Er zit heel veel woede in hem, bijvoorbeeld. Ja. Later heeft u nog een, of daarvoor volgens mij, een boek in ontvangst genomen met van Winston, ja. Over Winston. Want, ja. Die verhoudingen die zijn dus weer helemaal goed. Maar hebben die gebeurtenissen toen in 1996 u gevormd als coach? Want ik heb het gevoel dat u heel erg op intuïtie trainde toen. Leiding gaf op intuïtie. En dat er toen toch, omdat Edgar Davids naar huis werd gestuurd, dat u toen toch dacht, ik moet strenger coachen. Er moeten regels komen. Heeft het u gevormd als coach? Die regels die waren er al. Die waren buiten het veld, die waren op het veld. De manier waarop je wil spelen, fijn, dat is zeg maar tactiekstrategie. Maar die regels die waren er al. Maar alleen die hebben we nog meer aangescherpt, zal ik eerlijk vertellen, na de EK van 96. En heeft dat vruchten afgeworpen? Nou, ik heb van tevoren gesteld, jongens, de evaluatie van EK is dat en dat. Dit zijn de... Het manifest 10, van de Noordwijk. Ja, dat noemen we fantastische woorden, kunnen we ontdekken. Manifest, en daar heb je aan te houden. Nou, dat krijg je voordat je geselecteerd wordt. Kijk maar, kun je daaraan conformeren? Ja, met altijd een beetje ruimte. Er is altijd een beetje ruimte in topsport. Er is altijd een beetje ruimte voor een halve gekke gedachte of wat dan ook. Maar kun je daaraan conformeren? Welkom in de selectie. Ja, u heeft later heel veel verschillende culturen gezien. Meer dan wie dan ook, zou ik haast zeggen. Heeft u geleerd van 1996 in het coachen van andere culturen? Nou, ik had daarvoor al de ervaring met... ik had in Zuid rondom de Middellandse Zee gewerkt. Zowel in het oosten als in Spanje. Daar ga je al anders om met de spelers. Daar is bijvoorbeeld not done dat je een speler eigenlijk... Nou, publiekelijk is wat groot gezegd, maar dat je een speler kritiseert in een grotere groep of een omgeving. Dat doe je in Zuiden anders en minder dan wij hier zo met elkaar doen. Dus dat leer je al in de Latijnse landen en dat deed je ook in Brazilië, is dat ook niet not done. En verdiept u zich daarin van tevoren? Ik verdiep me wel in de cultuur waar ik ga werken, omdat dat voor mij ook voordelig is, omdat ik dan heel snel, dan maak ik tijdwinst. Er zijn ook trainers die nemen een heel contingent aan Nederlandse begeleiding mee. Nou, ik doe dat misschien eentje, maar voor de rest doe ik toch lokaal. Want dat zoek ik wel uit, daar ga ik goed mee praten eerst. Die kunnen mij binnen no time informatie geven over hoe de cultuur, maar ook de voetbalcultuur, maar ook de cultuur van een land is. Want dat heeft allemaal invloed op een nationale selectie. In Rusland had ik een jongen die top gespeeld had in zijn tijd, in de Sovjet-tijd nog. En nou, die kon mij zoveel informatie geven over de cultuur en over de sportcultuur. Dan maak ik al winst. Ja. Dan maak ik al winst in tijd. En bent u nu weer veel in Nederland? Ik ben veel in Nederland, ja. En wat vindt u ervan om weer in Nederland te zijn? Nee, ik vind het prima. We hebben prima onderwerpen dagelijks op tv en kranten. Dus, ja. En ik
zie de kabel, om het zo maar even te zeggen, bijna als metafoor voor wat er nu in de Nederlandse samenleving gebeurt op sommige gebieden. Kunt u die parallel ook zien? Of trekt u zelf die parallel? Nee, maar dan blijft u nog, als ik mag, dan blijft u nog in het oude begrip van de kabel van het is zwart-wit. Ja. Maar dat was daar niet. Dat was daar niet? Nee. Het was een... Nou, dat volgens u niet, maar volgens anderen wel, toch? Ik heb dat daar niet ervaren dat er een zwart-wit probleem was. Nee, en ziet u dat zwart-wit probleem nu wel nee, in de maatschappij? Nee, dat zie ik niet zo. Ook niet rond debat over Zwarte Piet? Nee, maar goed, het gaat om een lekker kinderfeestje en dan gaan we fantastische dingen aan ophangen eromheen. Ik zeg niet dat je dingen moet ontkennen of verschuiven. Natuurlijk zijn er verschuivingen gaande, maar... Ja, we gaan wel erg veel beeld vullen, hoor. Wat zegt u? We gaan wel erg veel beeld vullen elke avond. Ja, maar het is wel een relevante discussie. Zoals ja, die discussie in 96 wellicht ook heel relevant is geweest. Want het is wel goed dat er over gesproken is. We zagen heel veel... Maar je moet sorry dat ik je interpreteer. Maar je moet je eigen omgeving daar heel goed mee omgaan. Sinds ik weer hier in Amsterdam ben, voetbal ik... doe oude mannenvoetbal elke maandag, elke donderdag. En weer of geen weer voetballen. Daar loopt iemand van bijna 80, daar loopt iemand van 16, daar loopt witte Nederlander, donkere Nederlander, Antilliaan, Suriname, Turk, Marokkaan, noem maar op. En dat gaat met elkaar, dat corrigeert elkaar, dat voetbalt met elkaar. En ja, als iemand helemaal scheef gaat, dan wordt hij toch door het kleine maatschappijtje van de voetbal wordt hij op een goede en soms scherpe manier wat gecorrigeerd, links en rechts. Als iemand scheef gaat in het voetbal, bedoelt u? Nee, niet in het voetbal, maar ook in het over de scheef gaan van een ander zwaar beledigen, noem iets. Dan wordt hij toch aangesproken. Ja, maar... In klein. En ik denk dat iedereen in zijn kleine omgeving, en die mag je dan steeds groter maken, toch dat vermogen moet hebben om... Ja, wit, zwart, wat ook, groot, ja, maar het probleem is dat heel veel mensen kennelijk dat vermogen niet hebben. Of dat is wat we in ieder geval zien op televisie. Dat er twee partijen tegenover elkaar staan. Die willen elkaar staan. Ook in principe niet vinden. Ik heb van de week volgens ook een debatje. Nou ja, daar zie ik in principe al, zie ik een paar mensen die anders denken. Die zie ik al met gestrekte poten staan. Dus die komen niet bij elkaar. En de speler in 1996 wilde wel nader tot elkaar als komen. Als je daar goed tussen gaat zitten, ja zeker. Maar u heeft ze ook een keer bij elkaar laten zitten, bent zelf weggelopen en u heeft gezegd, vecht het maar uit. Heeft dat geholpen? Dat heeft, moet ik even goed weer teruggaan. Dat heeft niet 100% geholpen, omdat die problemen niet opgelost konden worden van een scheve salariering, CQ beloning. Ja, dus u legt het bij Ajax. Op dat moment. Ja. En heeft u in de afgelopen jaren als bondscoach nog vaak teruggedacht aan de gebeurtenissen in 1996? Die u dus eerlijk gezegd niet. Een beetje bagatelliseert, toch? Nee, ik bagatelliseer het niet. Maar wel, ik probeer het te duiden wat ik denk dat de echte oorzaak was. Maar heeft u er gebruik van gemaakt, van uw ervaring? Nou, ik hoop dat ik toen al zo in elkaar zat dat ik daar geen lering uit hoef te trekken. Dat klinkt arrogant, dat bedoel ik niet zo, maar ik hoop toch wel dat ik in die tijd ook al... het maakte mij niet uit, wit, zwart, bruin, geel. Nee, het maakte u niet uit, maar anderen misschien wel. Ja, maar dan heb je zelf hopelijk een uitstraling dat er geen issue is in de groep waar je mee werkt. Ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik heb een gereduceerde groep die ik kan of moet controleren. Dus en als dan je houding daar niet is van schisma maken, dan heb je die problemen niet zo. Laatste woorden, Cecile Koekoek, dames en heren. Dank je wel. Ja, de laatste, u bent over de helft. De laatste verdere introductie overbodig. Ik denk dat u iets herkent als u om de hoek komt. Reus. Guus. Ja, Reus, dag je wel. Hallo. Hoe is die? Ja, goed. Met jou? Heel goed, dank je. Ja. Ik had even een vraag aan het publiek, Guus. Ja, ga je gang. We hebben wel een foto voor jou, maar wie van jullie heeft er wel eens intensief gevoetbald? Dat is een minderheid. Dat is goed. Dan gaat u. ik wil het even met je over een voetbalelftal hebben en dan een beetje in relatie tot deze foto. Herken je hem?
Ja, ik dacht dat je foto's van mij laat zien, maar dat is... Ja, nee, ja, metaforisch misschien. Maar een voetbalelftal is een, voor die mensen die dat dus niet zelf meegemaakt hebben, maar als je in een team werkt of je dan werkt of zo. Jij functioneerde, ik zou bijna zeggen, als geen ander in en rondom zo'n voetbalteam. Klopt dat? Zoals deze jonge man daar? Nou, je had wel iets van die, en daar wil ik het eigenlijk met je over hebben. Want ik heb Guus als klein jongetje gezien toen hij bij de Graafschap speelde. En toen had hij zo'n aanvoerdersband in. Maar eigenlijk was jij daar de natuurlijke aanvoerder. En daar is gedurende die carrière is dat gebleven, daar is gegroeid. Wat is dat nou? Dat weet ik niet. Ik dacht dat je even na mijn... Ik ben een paar jaar geleden... Dat mag je vertellen. In de kerst ben ik met mijn partner naar Oeganda gegaan. En dan zijn we 5-6 uur omhoog geklommen in de jungle, in de bergen. En op een gegeven moment dan hoor je gidsen die bij je zijn. Die hoor je geluiden maken. En dan hoor je even later in de bossage hoor je... En ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Natuurlijk wisten we dat we naar de gorilla's zouden gaan. Maar dat was fascinerend. Dat ze de struik opzij deden. En dan zat meneer Silverback, die zat dan met zijn vrouwtjes en zijn kindjes lekker aan de planten te eten. En dan kun je er een uur bij zitten. Dat vond ik een wereldse ervaring. Hoeveel vrede, dat heeft niks met voetbal te maken. Hoeveel vrede en rust je ondervindt, terwijl er geen glazen... of hekken of zo tussen staan. Als je naar Artes gaat en die gorilla komt op je af, denk ik dat je schrikt. Ja. Daar zit je zo vredig. Op 10, 15 meter afstand. Ja. En die man, die doet niks. Nee, die zit daar gewoon te kijken en die geeft een geluidje. En dan loopt er een vrouwtje weg of dan komt weer een ander jonge mannetje, et cetera. Die domineert zonder heel veel te doen, domineert die zo'n hele tribe aan gorilla's. Dat was fascinerend. Nou ja, je geeft nu zelf de voorzet. Jij hebt heel lang zo'n tribe gedomineerd. Je kreeg er ook goed voor betaald, maar er zit dus iets in jou. Dat zijn van die zijopmerkingen. Ja, maar ga door. Ja, ik klaag niet. Ik moet hier de kritische journalist zijn, dus ik moet jou even prikkelen. Maar je hebt dus heel lang in die functie... laten we eens even teruggaan naar de Graafschap. Toen jij aanvoerder was, toen ging je naar PSV... bij PSV ben je niet geslaagd als voetballer. Was daar nog een verschil hoe jij in die pickorde bij PSV stond? Guus, hoe oud was je toen? Ik was 23. Zo. Dus 23 bij de Graafschap was Guus de man, de beste speler. Dan sta je ook hoog in die pickorde. En bij PSV lukte het niet zoals je het wilde, laat ik het zo zeggen. Klopt. En daar stond je niet bovenaan in de pickorde. Klopt. En hoe ging je daarmee om? En heb je daar iets van geleerd? Ik heb daar wel van geleerd. Maak je dan, je moet op een gegeven moment goede keuzes maken. En ik kan daar nu nog wel gebruik van maken als coach of als af en toe begeleider van spelers of trainers. Maak een goede keuze waar je wel aan de bak gaat komen. Ik maakte toen een keuze waarin ik door de concurrentie, want misschien, ik weet niet of de naam van de kuilen hier nog iets zegt. Dat was Mr. PSV, fantastische voetballer. Fantastische voetballer. Die speelde op de plek waar ik ook normaal zou moeten spelen. Plus nog twee anderen. Dus dan ik ging daarheen. Ja, om te kijken van nou, misschien kan ik complementair zijn. Kon ik niet. Dus die strijd leg je dan af. Dat gebruik je nu nog wel eens bij jongens om te begeleiden van... Hé, dat is ook een tendens in Nederland van op 15 of 16, 17 jaar geleden. Dan gaan we naar Chelsea, Manchester, noem maar op. En vervolgens zien we ze jaren niet meer terug. Dat is een waste of talent van Nederlandse jonge spelers. Dus dat gebruik ik dan wel eens. En ik heb het later ook als coach gebruikt om voor één positie niet vier bijna gelijkwaardige spelers te kiezen. Dat je altijd maximaal twee of dat je iemand multifunctioneel kunt maken. Ik schiet me nu te binnen dat jij, ik had net die zilverrug voorstaan. Hè? Daarvoor ging het even over de kabel. Kun je heel even vertellen hoe dat was toen Davids naar huis gestuurd werd? Edgar Davids was in 96 uitgestuurd. Die had iets lelijks gezegd, die moest hij wegsturen. En toen kwamen jullie elkaar tegen in de gang. Kun je daar nog even iets over vertellen? Weet je dat nog, die confrontatie? Of in de kleedkamer, hoe was het? Nee, dat was in een bespreking. Nou herinner ik het me opeens weer. Zo gaan die laadjes weer open.
Dat was in een bespreking, toen was hij nog niet weggestuurd. Maar toen speelde hij niet tegen Zwitserland. Zwitserland, ja. Ja. Hij speelde de eerste wedstrijd, maar er was iemand geschorst, Blind. Blind die komt terug in het elftal tegen Zwitserland op de centrale positie. Dan moest ik een slachtoffer maken. Nou, normaal zou zijn om dan, die ik laatste bij had gehaald, Richard Witske te slachtofferen. Maar die speelde goed de eerste wedstrijd. Dus ik denk, die ga ik niet slachtofferen. Ik ga Edgar, die gaat even een wedstrijdje zitten. Nou ja, de bespreking begint en dan sta je zo, zoals we nu zitten, voor de groep. En hij komt als een van de laatste binnen en dan maakt hij zich breed zo, heel letterlijk zoals dat daar gaat, maakt zich breed om toch maar iets aan te raken. Ik denk, nou, misschien kan ik nog breder. Dus dat is gewoon een dom gorilla-gevecht wat daar plaatsvond. Ja. Ja. Zonder woorden, maar dat is gewoon het imponeergedrag wat zij ook hebben even naar elkaar toe. Ja. Nou heb jij met de oppergorilla's te maken gehad, hè, met de zilver? Maar later kwam het weer, want ik denk, ik moet hem wel gebruiken in Frankrijk. Omdat hij heeft zoveel kracht en zoveel macht. Maar wel niet imponerend van mijn kant uit naar hem. Maar wel weten wat de regels zijn waarbinnen hij zich moet gedragen. Ja, je hebt een keer afspraak met hem gemaakt en dat is vervolgens goed gekomen dan. Hè? Dat is heel goed gekomen. Ja. Omdat hij in principe zoveel power had voor het elftal. Dan kan ik heel arrogant doen zeggen. Ja, en iedereen had dat geaccepteerd, denk ik. Los daarvan. Maar ik denk, verdomme, die hebben we nodig, jongen. Dus ja, dan ga je de voorwaarden creëren van, hey, kom er weer bij. En dan heb je nodig. Kijk, met zo'n voetbalteam is het, of met zo'n met een voetbalteam is het duidelijk. Hè? Jij bent de trainer, je bent in principe de baas. En dan ben je dus eigenlijk de zilveren gorilla. Tenzij het misgaat, dan als je drie keer verliest, dan komt een ander mannetje. Ja, dan komt weer een ander mannetje. Zo zit die weer in elkaar. Maar jij hebt ook te maken gehad met mensen die van ver af bekeken zijn dat de echte zilveren gorilla's, de presidenten in Turkije, in Rusland. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe ben je altijd, ben je er dan doorheen geslalomd? Nee, je moet altijd, als je niet helemaal naar je hand kunt zetten, moet je proberen of je goed conflict kan creëren. Ja. Soms in aanwezigheid van spelers. Ja. Om specifiek te gaan, in Rusland had ik, de voorzitter van de bond was altijd gewend om daar voor een wedstrijd, anderhalf uur van tevoren, om een speech te doen voor volk en vaderland. En u kent dat wel. En die speech die duurde 20 minuten. Ik laat er altijd gebeuren, de eerste wedstrijd die er is, de vriendschappelijke wedstrijd, dan ga ik kijken wat er is. Dus die man, boop, volk en vaderland, hoog die fanen en doe maar. Ik denk, nee, dat moet je niet doen. Want de spelers, dat zijn geen domme jongens. Dat zijn allemaal moderne westerse jongens. Die zitten dan in veters. Dat is ook allemaal niks. Dus ik denk, ik moet even een conflictje creëren met deze man. Nee, ik heb hem gezegd. Vitali, volgende keer, want je noemt elkaar bij de voornaam daar in Rusland. Vitali, volgende keer 1 minuutje volk en vaderland en dan wegwezen. Dus dat gebeurde de volgende wedstrijd, een serieuze wedstrijd. Dat deed hij ook, anderhalf uur voor de wedstrijd. En we lopen samen naar buiten en ik loop even naar die kant, hij liep die kant. En in mijn ooghoek zie ik hem weer binnengaan. Ik denk, godverdikke. Dus ik loop erachteraan. En toen was hij alweer, was iets eerder binnen en ik begon niet weer. Ik zei, Vitali, pak ik hem bij de arm. En ik zei, en nu mee naar buiten. Ja, dat had me dus gewoon. Hij was de gorilla van de bond. Had je de kop kunnen kosten? Nou ja, maar dat moet me dan maar de kop kosten. Maar op het moment dat ik dat doe, want ik wist dat die spelers, hoe die in elkaar zaten, dacht jij, hier gebeurt iets anders. Nou weet ik. En dan heb je op een gegeven moment, gaat die groep ook, die gaat ook anders denken. Van, hé jongens, we hebben samen een doel en daar moeten we nu hard voor gaan. Anders gaat een Rus in het midden van de weg zitten en zorgt dat hij niet eraf valt, niet links, niets rechts. Dus blijft. De tips voor de managers in de zaal is, creëren conflict? Nee? Nou, niet altijd, maar soms, dat biedt zich aan. Maar je moet er ook niet van uitgaan dat je iets moet creëren. Als het goed is, dan is het goed. Waarom zou je het dan nog sterk moeten verbeteren? Maar als je denkt van, ik moet een goed prestatieklimaat creëren, dan wordt van mij geëist dat ik bij de laatste 16 kom of de Champions League haal. Nou, dan zijn mijn wetten die ik dan ervaren heb in de loop der jaren, die moet ik toepassen. Nou weet ik van jou dat je intensief de politiek volgt. Je leest heel veel. Als we even naar de Nederlandse politiek kijken. Wie is nou onze zilveren gorilla op dit moment? Heb je iets aan je oren? Ja, we hebben nog bijna 2 minuten hoor. Nee, het zijn kleine rezensaapjes allemaal. Kleine rezensaapjes.
Nee, maar daar zit daar zit geen leider tussen in jouw ogen. Ja, in dit iets wat rode hol moet je altijd oppassen. Ik denk dat hoe je erover hem denkt, dat Rutte toch al jaren een behoorlijke leiding geeft aan diverse kleuren. Diverse kleuren, jij bent dat niet mee eens, dat weet ik wel. Maar die geeft toch, en je kunt kritiek hebben, uiteraard. Maar dat is een hele moeilijke functie om toch alles en iedereen binnenboord te houden. Ja, maar in de moderne westerse democratie past toch ook geen gorilla? Is Angela Merkel eigenlijk? Daarom zie ik de twijfel die ik in het begin had van, is er nou echt iemand die je zo zou willen noemen? Of is die zo Merkel, zou genoemd willen worden? Is Merkel een gorilla eigenlijk? Ja, Angela Merkel is een sterk vrouwtjesgorilla. Vrouw. Ja. Maar ja. In die wereld stelt niet veel voor, toch? Hoe bedoel je? Nou, in de gorilla-wereld zou zij niet bovenaan zitten, zeg maar. Nou, dan moet er weer iemand anders nog boven zitten. Ja. Nou, heb ik nog 30 seconden. Ik ga mijn laatste vraag stellen. Guus, nou is die macht, heb jij nooit naar gehongerd? Dat was een bijkomstigheid voor jouw loopbaan. Tenminste, zo zie ik het als jouw biograaf. Maar nou verdwijnt wel naar de periferie, hè, van de macht. Ja. Hoe is dat voor je? Fade away, hè? Ja. Fade away. Dat is, ja. Is toch de cirkel? Ja, weet ik, maar... Beroepshalve cirkel en uiteindelijk heel dramatisch een levenscirkel, toch? Ja. Nee, maar ik heb nog zoveel energie om van alles te doen en ik doe niks. Mooie laatste woorden. Max van Rutte, dames en heren. Kom alle twee mee. Dank je wel. En dan zit ik daar in de hoek. Marcel, daar in de hoek. Terug op mijn plek. Zo. Nou, kom op. Okay. Ik wil ze toch even met je langslopen. En laten we even beginnen met Willem Vissers. Gewoon gevoelsmatig, hoe heeft u dat interview ervaren? Nee, ik weet dat Willem... ik ken hem al zo lang dat hij kritisch durft te blijven. Naar alles en iedereen, ook naar mijn functioneren in beroepshalve. Maar ik weet daaronder dat hij van voetbal houdt. En dat vind ik altijd wel heel fijn. Is dat eigenlijk voor je een voorwaarde voor een goed gesprek? Dat hoeft niet per se, nee. We hebben u, voordat u toen op draad met de koptelefoon, hebben ze natuurlijk alle drie ook gevraagd naar de strategie. Wat ga je doen? Heeft u nou ook in zo'n interview op een gegeven moment dat u denkt, nu weet ik eigenlijk waar ze naartoe willen? Of wandelt u gewoon mee en kijkt u wat er gebeurt? Nee, ik weet wel bij... Cecil? Ja, dat ik het wel wilde blijven nuanceren, het zwart-wit probleem. Anders had ik het gevoel, dan wordt het naar een zwart-wit contrast gesleept. En dat was in mijn beleving, zoals ik het meegemaakt heb, nogmaals in een kleine setting. Een relatief controleerbare setting, was dat voor mij geen zwart-wit issue. Dus had ik wel het gevoel, dat moet ik even... Dat begrijp ik, dat deed u ook meerdere malen. Maar vervolgens is het natuurlijk ook volkomen helder waar ze u naartoe wil hebben. Namelijk niet de volgende reconstructie van 96, nee. Maar wat het qua ervaring heeft gedaan met uw kijk op de wereld. En specifiek misschien nu wel Amsterdam. Nederland. Ja. Nederland, beter gezegd. Ja, nee, maar ik probeerde... Was dat bij jou of bij... Sorry, Lucille, hè? Cecile. Ja. Cecile, sorry. Ik probeer het even te duiden dat op een gegeven moment als je een standpunt hebt, dat die standpunten koet verdedigd worden en dat er heel weinig oor is aan van wat is nou eigenlijk het andere standpunt, hoe kijken we daar tegenaan? Dus dat voel ik wel dat iedereen met Zou je ook iets willen zeggen over de rol van de media? Want ik had de indruk dat jij daar ook een beetje aan refereerde, van elke dag op... Nou, het is natuurlijk wel, omdat ik nu weer Poosje in Nederland ben, dus ja, zie je toch bijna elke avond bijna dezelfde onderwerpen. En vooral refereren dan weer aan de laatste Dokkum-demonstratie. Ja. Waar twee man met een vlag naartoe moeten en twee pelotons midden. Maar het interessante is natuurlijk dat u nu zonder enige voorwaarden gewoon zegt wat u ziet en hoe u daarbij voelt. Met het interview met Cecile Koekoek was het ook volkomen duidelijk waar ze naartoe wil. En daar bleef u toch duwen naar, het was niet zwart-wit 96, hoewel het al lang duidelijk was waar ze naartoe wilden. Ja, maar ik hoop niet dat ik indruk gewekt heb dat ik star met mijn poten ging staan. Maar dat ik toch aan de feiten bleef die ik daar ervoer. Okay. Maar dat kun je zo uitleggen als zelfs. Maar u legde eigenlijk de nuance ook op Nederland. Op het maatschappelijke probleem wellicht waar we nu voor staan. Dat nuanceerde u ook.
En dat mag natuurlijk, maar ik had denk ik ergens gehoopt dat u zich wat meer uit zou spreken. Over? Nederland. Voor of tegen? Ja, voor of tegen wellicht. Nou, dat hoeft niet, maar ik denk dat ik, om ook even op mezelf te reflecteren, dat ik misschien toch al wel een zelf of een vooringenomen beeld daarbij had. Heb je nog een gestrekte beenvraag? Nu kun je hem stellen. Maar voor of tegen zwarte Er zijn natuurlijk mensen die zich druk maken om groeiende onverdraagzaamheid tussen groepen. Politici die constant, lijkt het wel, vuurtjes op willen stoken. Ik bedoel, als je alleen maar bijvoorbeeld de Twitter-account van Geert Wilders volgt, dat is bij mij wisselend. De ene keer ontvolg ik hem weer, dan volg ik hem weer eens keer terug. Maar het is alleen maar bijna haat. Ja. Ja. En dat is best wel iemand die zoveel mensen achter zich weet. Zijn er best wel mensen die zich daar druk over maken. En dat was volgens mij wat Cecile naartoe wilde. Ja, van, ik had verwacht dat je daar niet, ja, druk om zou maken. Is daar niet een zorg van een, zeg maar, in Turkije werd jij een hotja genoemd, een wijze oude heer. Heeft de wijze oude heer nou niet een mening erover? Of vindt hij dat in Nederland alles lekker loopt en dat we fijn naar de Albert Heijn gaan en lekker Zwarte Piet gaan vieren? Dat is mijn stelling. We gaan naar een antwoord. Nou, maar op de barricade. Nee, maar door. Ik ben geen volger. Ik heb nog de ouderwetse mijn telefoon. Daar doe ik alleen mijn appjes mee. En verder, ik ben geen volger van Twitter en Instagram en al die dingen meer. Nee, okay. Waardoor je elkaar wel opnaait, denk ik. Nee, maar het is dat een man die heeft best. Maar u heeft zoveel gezien. Ik ga ingrijpen. Nu doet u. Ik zou bijna op z'n Diederik Samson zeggen, nou doet u het weer. Want het is namelijk nu ook duidelijk wat het punt is. En het is u goed recht om te zeggen, ik heb geen zin om me daarop uit te spreken. Maar dit gaat er niet specifiek over. U hoeft niet op Twitter te zitten om toch donders goed te begrijpen wat ze bedoelen. Dus u heeft blijkbaar, dat mag, een ongemakkelijk iets om zich daar ferm over uit te spreken. Hoewel u aangeeft dat elke dag de onderwerptelevisie hetzelfde zijn. En als enig cynisme schijnschrift ironie over Dokkum te horen in uw stem. Dus u weet waar het over gaat. U weet wat de bedoeling is. Maar u zegt toch liever doen. Ja, natuurlijk is het verschrikkelijk als allerlei verwensingen en doodsverachtingen. Ik wil het niet eens op mezelf betrekken, maar je krijgt als je een beetje in sportleider en de politiek staat, krijg je dat. En dat is verschrikkelijk om mee te maken. Alleen, ik weet niet of daar dan mensen daardoor ook gaan vechten letterlijk met elkaar. Ik denk dat men de stoom afblaast en ik vind het heel moeilijk om dat te beantwoorden, moet ik eerlijk zeggen. En hoe meer we. Maar ik moet het niet negeren. De 20 of 22 zetels van Geert Wilders is stoom afblazen. Nee, dat is toch een indicatie dat mensen toch gehoord willen worden. En dat die mensen toch gerepresenteerd worden. Maar je ziet daar geen gevaar in? Ik denk in een democratie als Nederland dat we toch nog wel zodanig krachten en tegenkrachten kunnen ontplooien die dat niet laten escaleren. Ik ga het hier onderbreken. In die zin dat we natuurlijk niet de nabeschouwing hebben gebouwd om nog een keer een extra interview op te tuinen. Het ging ons voornamelijk natuurlijk even om het mechanisme dat u begrijpt, natuurlijk voelt waar de behoefte bij de vraagsteller zit. En dat u er bewust voor kiest om te zeggen, ik maak mijn opmerking, maar ik laat het ook voor wat het is. Ik wil even terug naar die van Willem, daarna kom ik bij jou uit, Marcel. De strategie van Willem was natuurlijk helder. Hè? Dus we nemen u terug mee naar mooie momenten. En uiteindelijk toch ook, de vraag die Marcel ook stelde. Ja, als u ooit de rots op de hoogtepunt beklommen heeft. Hoe is het dan als je dan niet meer in die macht, in die aandacht en zo staat? Ja, dat voelde ik wel. Maar ik heb daar op zich niet zoveel moeite mee. Omdat ik weet wel hoe de cirkel van een carrière in elkaar zit. En die accepteert u? Ja, die accepteer ik, ja. Maar is dat met pijn en moeite? Nou, in het begin wel even, omdat je natuurlijk gewend bent jaren in een bepaald ritme te zitten. En nu ga je in de zomer niet telefoneren van welke speler komt en wie moet ik weg. Dat vervalt, dus dan val je even. Maar ik heb wel iets in mezelf dat ik, als dan zoiets dreigt, dan zet ik mezelf bijna letterlijk in beweging om wat te gaan doen. En dan ga je, wat ik zei, een beetje sublimeren met andere spelletjes, gewoon als een homo ludens. Ja. Eindelijk de homo ludens. Een beetje golven. Ja. Omdat je niks meer te doen hebt. Inmiddels heb ik wel andere dingen te doen, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het bijvoorbeeld heel grappig dat u, het is leuk om te melden dat u niet alleen bent gekomen vandaag, maar de slager heeft u meegenomen en zijn vrouw. Dat is de plek waar u iedere zaterdag dus dan vlees koopt en dan blijft u dan langer hangen, want dat is voor u een soort... Het is cabaret. Maar dat is cabaret wat ik net zei. We spelen twee keer bij de slager, dat is ook cabaret. Daar kom ik dan, we hebben niks te kopen.
Dan, maar we kopen wel iets. Maar dan is het gewoon, dan blijf ik, wat je normaal in 5 minuten zou kunnen doen, blijf daar gewoon 20 minuten, een half uurtje hangen. Dan komt die weer binnen, en dat is gewoon cabaret. Daar heb je dan nu tijd voor? Daar heb ik tijd voor. Nou, kijk, rond 5 uur zegt meneer Hidding, zou je naar huis gaan? Nee, maar dat had ik daarvoor ook. Maar datzelfde met wat ik noemde net die 2 keer per week dat wij voetballen met oud-profs. Bij C. Burgia. Ja. Dat is hetzelfde. Okay. Daar zitten mensen van de Albert Kuip bij. Nou, als je cabaret wil horen, moet je Mark Koopman erbij halen. Dat is heerlijk. Heerlijk. Willem, wil jij nog ergens op terugkomen even? Want volgens mij verliep het op zich zoals je had bedacht. Ja, alleen, ik weet gewoon uit ervaring dat hij wil dat ik me uitspreek voor of tegen iets. En, nee, dat 12 minuten is ook heel kort om bij Guus tot de kern te komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik bedoel het is bij Guus prettig als je... Ik vond het wel prettig dat hij snel praatte. Hij praatte veel sneller dan normaal. Volgens mij deed hij dat om ons een beetje te helpen. Hij had er zin in. Maar bij Guus is het prettig als je een tijd met hem zit en je kunt hem dan... een beetje sturen en dan op een gegeven moment komt hij wel. Maar dan nu is het... Maar goed, ik was op zich niet... Ik ben nooit helemaal tevreden, maar was ik niet echt ontevreden. Oké. Okay. Marcel, we zijn bij jou uit. Wat daar natuurlijk spannend was, dat je heel vroeg met de zilverrug aankwam. En meneer Hidding, in het begin zag ik u een beetje verrast. Kijk, krijgen we nu. En het duurde even, maar op een gegeven moment omhelst u de metafoor helemaal, geloof ik, hè? Ja, toen wel, ja. Ja, toen ik het door had. Want ik dacht even dat hij een vakantiefoto van mij had. Ja. Daar komt overigens wel bij, Marcel, dat is even nu het moment om te zeggen. Want je hebt eigenlijk wat je aangekondigd hier in de voorbeschouwing, heb je helemaal niet laten gebeuren. Want nee, wat wilde je? Nou, ik heb volgens mij gezegd dat ik met hem, dat ik hem een mooie quote, en volgens mij, je moet hem goed kennen als hij zegt van die laatste zin waar jij zegt van dat mooie slot, fading away. Ja. Kijk, dat is wat er gebeurt. En dat vind ik een vaststelling, maar dat hebben wij toch allemaal. Maar omdat Guus in de spotlight staat en nu een beetje aan de zijkant, dan ga je me daarover vragen. Ja, wat wil je dan? Dat hij hier krielend over de vloer en weet ik veel wat. Nee, ik bedoel, ik heb gewoon een gesprek met hem omdat hij dat... Jawel, maar het element van het gesprek wat je aangekondigd had, was ook dat u natuurlijk toch wel vaak ook, nou ja, in ieder geval gefinancierd met niet altijd even herkenbaar geld waar het nou precies allemaal vandaan kwam. En als het wel bekend was... Nou ja, dat het op zijn minst een beetje grijs was, om maar zo te zeggen. Dus dat u eigenlijk, hij wou de confrontatie met u aangaan. Om eigenlijk, hoe kan het nou dat al dat soort zaken volledig langs u afglijden? U heeft eigenlijk nooit te maken gehad met ja, dat het u besmeurd heeft, hoewel u het u toch... Ik heb een strafblad, hoor. Nou, dan... Ja. Nee, maar begrijp, dat was een interessant punt. Het is interessant dat u bent alles als Saint Gus, als Tsar Gus, Guus. U heeft alle sympathieke bijnamen. Maar u heeft ook op plekken gewerkt waar de financiering van uw salaris natuurlijk toch wat op zijn minst wat duister was. En u heeft er echt nooit last van gehad. Niet in de beeldvorming, niet in publicaties. Dus zal het nou geklopt hebben. Ja, of er is slecht journalistiek werk verricht. Wat denkt u? Kan ook. Ja, maar wat denkt u? Nou, hij is helemaal waar. Wat denkt u? Er is wel degelijk, zijn er kritische verhalen geschreven. Ik heb ze zelf bijvoorbeeld wel geschreven over Angie bijvoorbeeld. Maar ik denk van ja, een man met de grootheid van Guus Hidding, die kan wel gaan zeggen dat hij daar in Dagestan op het platteland, waar eigenlijk helemaal niks is, het voetbal gaat ontwikkelen. En er zit wel misschien wat in, maar ik vond het toch een beetje dubieus. Nou, dat vond Guus niet. Nou, dat kan. De een vindt het wel, de ander niet. Nee, maar ter verdediging. Hoewel daar is dan... Als je ergens niet geweest bent, is het toch altijd zo... ik ben daar verschillende keren geweest. We waren gehuisvest in Moskou. Gingen we elk weekend daarheen. Uitwedstrijd. Was een thuiswedstrijd, 2 uur vliegen. Maar we hebben daar, en dat vind ik wel mooi... We hebben daar wel een prachtige academie neergezet... met wat Nederlandse trainers. Dus, nou, wat is dat nu van over dan? Wat gebeurt er nu dan? Daar halen ze nu hun spelers vandaan. Dus dat vind ik wel mooi. Met een paar Nederlandse trainers zijn daar gehuisvest. Die hebben daar een paar jaar gewerkt. En daar halen zij nu hun spelers vandaan. Maar dus het is niet zo dat het maar alleen daar was om een paar dollars. Maar jij dacht niet, die man die mij betaalt, die is eigenlijk dubieus. Pardon? Die man die mij betaalt is niet helemaal, dat weet ik niet. Dan moet je alles en iedereen nagaan, tot ook in Nederland. Maar het komt u soms beter uit om het niet helemaal na te gaan? Nee, maar ik spreek een fee af. Ja, dat doe je in alle landen. Dat heb ik in Spanje gedaan, dat heb ik in Rusland gedaan. Nou, en daar... Geen vragen. Ik ga niet bekijken. Ik ga wel, als daar verdacht is van wapenhandel en al zulke dingen meer, ja, dan is het weer wat anders.
Maar dan moet de journalistiek ook, want je kunt nu bij mij op bord leggen en ik probeer te verdedigen, dan moet de journalistiek daar ook gewoon met de voet in de klei gaan zoeken. We gaan binnenkort op groepsexcursus naar Angie. Ik wil twee dingen nog met u doen, want we zijn bijna uit de tijd. Er zijn twee dingen die heel graag nu laten zien. Ik zou even aan de techniek willen vragen, zou u jullie de foto eigenlijk van Willem Vissers, namelijk de meest markante spelers... We hebben een aantal spelers voor u op een rijtje gezet. Dat is deze foto. Linksbovenin zien we Romario. In het midden natuurlijk Robben. Rechtsbovenaan John Terry. Jarenlang aanvoerder, laatste man van Chelsea. Dan hebben we Raúl. Jarenlang de nummer 10 van Real Madrid. Rechtsonderin Drogba. Geweldige, grote, sterke spits van Chelsea. In het midden zien we twee spelers van toen van PSV. Dat is de keeper Gomez en Alex. Spijkharde verdediger. En links zien we de speler van Chelsea, de heer Lampard. Wie van deze spelers... vindt u nou het meest markant? Heeft u het meest bijzondere herinneringen? Dat is een onmogelijke vraag, hoor. Dat is een onmogelijke vraag. De meest markante? Drogba was een zilverrug, sterk. Ik denk Romario heeft het verhaaltje verteld. Ik denk Frank Lampard. De middenvelder van Chelsea. Want... Links onderin, dames en heren. Ja. En die twee anderen midden in de centrum zijn schatjes. Die Janka ze verloren hebben. Maar Lampard, wij spelen uit Chelsea bij Barcelona. We spelen halve finale Champions League. Een heel groot sterk Barcelona. En we spelen 0-0. En ik krijg het gevoel in de tweede helft dat we het middenveld zouden verliezen. Dus ik zeg tegen mijn collega Stent, Ray Wilkins, ik zeg, Ray, we halen Frankie eraf. En we zetten Essien erin. Hij zegt maar, Bos, he's never been changed so far, never been substituted. Ik zei, maar dat moet toch één keer gebeuren dan, hè? Als ik het gevoel heb. Want ik heb liever dat ik achteraf, als ik iets niet gedaan heb, dan krijg ik daar spijt van. Maar als ik iets wel gedaan heb, gaat het fout, oké. Dus ik, hij erin. Dus ik denk de afloop, want het is een grote jongen, echt een mooie prof. De afloop, ik zei, Frankie, substituted you because, Bos, zonder enig ironie, cynisme, Bos, you don't have to explain me, it's okay, no problem at all. Dus zo'n grote speler, je accepteert gewoon dat in belang is van het, zoals ik het zag op dat. En dat doet ook wel bij een team, hè? Als je zo'n speler durft te wisselen, begrijpt de rest van het team dus. Maar dat is in Engeland nooit, in het buitenland is dat nooit een probleem. Dat is bijna nooit een probleem, met al die jongens die je daar zag, nooit een probleem. Mijn laatste vraag is, en hij staat daar op de piano. Onze allereerste gast was niemand minder dan Eberhard van der Laan. Onze voormalige burgemeester. Ja. Daar geïntroduceerd zijn eigen vrouw. En ik kom daar even op terug, omdat wij vlak wat we begonnen... u eigenlijk iets vertelde tussen neus en lippen... doordat ik te leuk vond om het niet even te herhalen hier in de zaal. Het is namelijk zo dat u woont hier in de buurt... zodat het adres niet prijsgeeft, maar u heeft een beroemd souterrain. Ik zou me daar zelf bij deze graag weer voor willen uitnodigen... want het bijzonder van is, hij heeft een enorm videoscherm, zo groot als dit... Nou, niet en, zo groot, maar wel. Groot. En daar hangen stoelen bij waar je half in kan verzuipen... en waar je flink je glas cola ook in kwijt kan. En daar zat u niet vaak alleen, want wat gebeurde er? Ja, nee, ik, het laatste wat ik wil doen is daarmee koketteren. Nee, ik kom erop terug. Dat doet u echt niet. Ja. Nee, af en toe dan belde hij me op en of ik belde, hadden contact. En ik zeg, Champions League, kom even kijken, Eberhard. Nou, dan kwam hij kijken op zijn fietsje. Ja. Hij zei, doe zijn schoenen uit. Deed hij zijn schoenen uit en dan ging hij zo met de... op de poef zitten. We zaten met z'n tweeën Champions League zo te kijken. Zo. Ja, heerlijk. En dan belde je ook. Zei hij, Guus, kom er dan. Ja. Nou, is toch nog maar... Iets meer biertje erbij. Zo was die man ook. Die als de een met de voetjes hier tussen alle mensen stonden, was hij het wel. Dames en heren, warm applaus voor onze grote gast van vanavond, Guus Hiddink. Dank u wel. Blijf rustig zitten. En geef ook applaus Willem Vissers, Cecile Koekoek, Marcel Reuzer. Dank jullie allemaal. Dank. Dames en heren, dan is het bijna exact kwart over vijf. Tweede gedeelte van dit programma vindt direct plaats aan de bar. Dat mag u niet missen. Ik zeg er ook bij, ik kijk even naar mijn zeer gewaardeerde redactie. 28, Merlijn. Kijk, daar staat het al. Zo snel is die redactie. 28 januari, hopen we in groot getale weer terug te zien. Dan is Lodewijk Asscher onze gast. Dank voor deze keer en graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. Zo dank.